minister van Onderwijs die zegt tegen ons dat zij met de minister van Financiën heeft afgesproken dat de TWK 17% sinds vrijdag zou worden uitgekeerd, zou worden betaald. We hebben onderhandeld met de minister en we hebben afgesproken, de minister heeft gevraagd tot afgelopen maandag. Wij hebben uit onszelf gezegd van minister, ga naar woensdag. En tot en met dit moment is dat geld niet gestort op de rekening van de tappers. Het is al geregeld toch? Ja, nou, het is pas geregeld alsof het een rekening is. En we willen graag van u horen dat het geld gestort is op de rekening van de minister. Ik ben niet de minister, vraag het ja, op. Oké. Okay, minister, zegt zo, want er is een probleem daar. Ik zei al mijn kon, ja. En jullie zijn hier. En ik heb begrepen dat het gaat over die 17%. Die WK dat jullie moeten krijgen. En ik ga de minister zo meteen bellen. Dan kom ik direct bij jullie terug. Laat me horen hoe die zaken zitten. Ja, om je ontdekken van zomaar. Oké, dank u wel. We geven de VP even de ruimte. We hebben zo lang gewacht. Dus we kunnen nog even 50 minuten wachten. Ja? Zo, meneer Blanker. Zo mensen, ik heb al gebeld hoor met de minister. En u moet weten dat de minister van Onderwijs altijd haar best doet. Ze heeft voor alles gedaan. Hier goedgekeurd in de raad. En vervolgens is al reçu opgemaakt, naar de Centraal Betaaldienst gestuurd en die moet het verwerken. En dat is gisteren is het van de Centraal Betaaldienst naar de Centrale Bank gegaan en de minister van Financiën heeft me gezegd, de Centrale Bank heeft die opdracht gehad om te betalen 12 miljoen, gaat het over 12 miljoen en als het niet vandaag gestort wordt dan is het morgen. Ja, dus mensen nog even geduld. Als dat nog vergeet, ammonie en pijp. Ja? Dus als het niet vandaag gestort wordt, maar belangrijk, het gaat niet meer dan een hele week duren. Het is al in proces. En als het op het moment dat het al bij de Centrale Bank is, is het een kwestie van een paar dagen. Ja? En ik denk dat als het goed is, vandaag zo niet morgen op de rekening gestort kunnen worden. Ja? En ik vraag aan ieder, beleefd, is jullie recht natuurlijk. Akondre diri, allemaal sabi. En tegen wat kies aan kies, je wanneer extra dat hij, ja, zodat hij kan overleven. Maar ik wil toch een beroep doen op u. Kom aan doen. Ja, maar zo, kom aan doen. Dan wil je dat mijn vrienden. Daarom heb ik de manier van ontvangen, want dat heb ik ook niet. Daarom heb ik zo lang geduurd dat ik op dat boy, ik heb me weer aan de baradje nog komen. Maar naar mijn materie is er geen probleem. Ik vertrouw je. En dat we doen als regering willen een beroep op jullie doen om het werk te hervatten. Het komt goed. Ik ga me niet nog bij autoriseren, dan ga ik dat hier in. Nu, als status, als principe, die nu, ik kan verzekeren dat ik ammonie heb bij wel. Ja, dan met de speaking, meneer Blanker. Het is een lamp weer, hè? Het is een man van Afrika. Je ziet dat hij van Afrika staat. Maar goed, madame Boeman, dit jaar zo. En ik loop van AIVTG in personeel. En tegen een man die leider voor ons aan die man, ik kom op die, dit man zal moest komen op die. En dat is goed. Maar laten we ook rekening houden met de situatie in het land. Maar in ieder geval ben ik blij dat het zover is dat het een proces is en dat het niet meer lang gaat duren. Ja, meneer Blanker, ik geef aan u. En mijn afzender is Peki. Ik heb geen handen van u. Ik heb een mail top niet bakken. Vanmiddag kan ik weer checken. Morgenochtend vroeg kan ik ook weer checken of het gestort is. Ja? Met naar pauze. Thank you. Is de omhoog te gaan doen euro. VP, aan de dag moet je vertrouwen. Maar Yusrefi, ben de was op commando. Ik ben de was echt de waaier. Ja, oké. Dus Isabi, dat je kan de team commando, maar die achterban hebben een bepaald sepsa. Zeker. En de achterban
Nou, de achterban van ons ministerie dat hier AVP, maar ben zo druk nu. Omdat het feit dat de president toch allemaal contact aan nu en toch allemaal dat ik denk, voorbel even. Dus uit respect dat hij met wat ik hoor actie dat niet voor is daar. 12 euro, dan hoor je het nog maar. Dank u wel, mensen. Wat is er even? Weet ik van wat daar niet aan is, dat was versje. Dat zullen we maandag gaan kijken wat we doen. Meneer Blanker, bent u tevreden? Eigenlijk moet je je schamen. Van tevreden is er geen sprake. U heeft zelf gemerkt wat er gebeurt. Ja? Ik ben niet trots op het resultaat. Omdat je de VP, de waarnemende president, niet voor dit soort grappenmakers, dit soort gekke dingen nodig moet hebben. Begrijpt u? Dat is het antwoord dat ik moet geven. Het lijkt wel ondankbaar, ik apprecieer het. Maar ik heb een VP nodig voor belangrijkere dingen. Ja, als de minister van Financiën vanaf vorige week garanties geeft aan de minister van Onderwijs. En pas nu, laat ophouden. Ik denk dat in het weekend, maandag, uiterlijk dinsdag, iedereen zijn geld moet hebben gehad, ja. En als dat niet gebeurt? Vindt u dat niet voor, heb ik lach voldoende? Dank u wel, mensen. Mag ik even een vraag stellen? Meneer Schroetswijk, we zien dat we wederom hebben een verhoging van de benzineprijzen. Hoe een reactie van u hierop? Nee, ik heb geen commentaar. U weet dat ik geen interview afstaan. Ook niet op, mensen, wil niet reageren op de verhoogde benzineprijzen? Nee, ik wil niet reageren. De minister van Financiën zal het doen. De minister van Financiën is daar, moet hem vragen. Tegen, ja...